Maar in de winterstop mag er niemand weg. Geen Ives, geen Nazare, geen Vlemings. En daar lijkt het meeste vraag naar te zijn. De kopbal van Gillet. En van de lijn gehaald door Azare. Ook al ging die misschien net naast. Maar ja, dat risico kan je niet nemen. En Anderlecht de laatste 5 minuten. Wel met kansjes. Met kansen. Die ene van de Sutter. Op hoekschop en op vrije trappen. Maar die tellen ook. Daar zit het niet helemaal snor bij KV Mechelen. En nu weer Juhas die kan kopen. Hier aan de tweede paal trappen. En de kopbal en de goal van Urnić. 1-1, Anderlecht. En het zat er toch een beetje aan te komen. Sinds een minuut of 5. De kopbalkans van de Sutter. De bal dan van de lijn gehaald. En de hele goede voorzet van Juhas. Die het meteen met zijn linker deed. Je ziet hem lachen, Juhas, want dit is geen makkelijke bal. Het is heel even de Sutter. En dan Juhas. Urnić in de disorganisatie die er dan heerst bij KV Mechelen. Want eerst met z'n allen naar rechts richting Juhas. En dan vergeet je de mensen die oorspronkelijk aan de eerste paal kwamen koppen bij de hoekschop. Boussoufa. 7 minuten op de klok. Renard met een driemansmuurtje, want zo'n vervelende plek is het. En dan hou je niet al te veel meer over voor doel. En dan gaat die bal er niet in tegen de paal. En ja, dan geeft Verbiest een doeltrap. En dat was het denk ik zeker niet. Hoekschop leek het. Nog eens kijken. Urnić. En dan via Bizet. Toch wel buiten.